Wie neemt als eerste de bocht? Wel, Lucinda Brand. Daar kan ze dus met tevredenheid op terugblikken over die snelle opening. Een goed getimede opening vooral. Dat duurt niet lang, omdat ze wat last heeft met haar klikpedaal. Dit is de enige sneuvelpartij voor Alvarado, als je het mij vraagt. Daarmee houdt ze de rest wat op, maar dan komt ze wel heel snel weer voor de pinnen. Alvarado voor Bitsema met de kant, met een goede openingsfase. Brandt daar nog vooraan. Dan zien we ook Worst nog meedoen en Bakker. Dit is die sprint voor de bonificaties. Brandt is daar winnares, maar zit vooral met haar schoen bezig. Daar is wat los. Gaat dan wisselen en dat gaat haar een aantal plaatsen kosten. Dat is ongelukkig wat Bitsema daar doet. Dat doe je beter niet in zo'n pseudo-beek met wat nattigheid daarin. Dan krijgen we Manon Bakker die overneemt in een wat vreemde openingsfase met Brandt die maar blijft sukkelen. Nu was het met haar bandendruk of wat het ook mogen wezen. In elk geval met de vettigheid. Kant goed, weerbaar, een ronde of 3-4. Prima zelfs, maar niet goed genoeg om Alvarado bij te benen. Die rijdt gewoon een seconde of 5-6 per ronde te rap. Sanne Kant houdt dan hier Bakker wat op. Daardoor kan Ribeirol wat aansluiten. Wisselende posities vooraan. Behalve Alvarado. Het is concurrence. Bakker doet haar best om van de rest weg te komen. Dat lukt ook. Hier is van Bitsema plots geen sprake meer. Die is heel even kennis gaan maken met de Hammerse grond. Zij peddelt lustig door. Dat is Van Empel. Achter haar ploegmate Bitsema. En Brandt zoekt naar een ritme dat haar wat meer zekerheid moet geven wat haar openings- of eerste positie betreft in het klassement van de X2O trofee. Bitsema komt bij en over Manon Bakker. Manon Bakker zal nog een poosje stand houden aan dat wiel van het meisje van het eiland Texel. In de achtergrond Worst. Ver, te ver om op tijd klaar te zijn voor het WK. De strijd voor plaats 2. Dat is het beste wat je kunt doen als regisseur. Daar kan zitten waar er strijd is. Want zij is buitenstrijd, figuurlijk dan. Een dimensie hoger in te schatten hier in deze cross in Hamme dan de tegenstand. En dat met verzuurde benen. Straf.